Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en vandaag is bij mij te gast Vatan Huseer, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, socioloog en klimaatactivist. Welkom Vatan. Dankjewel. Jij hebt je de afgelopen jaren daarnaast ook nog bezig gehouden met een integriteitsprocedure tegen hoogleraar strategie en innovatie Henk Volberda. Ja. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar eerst zou ik graag wat meer over jou horen. Je bent socioloog, onderzoeker en tegelijkertijd klimaatactivist. Waar hou je je allemaal mee bezig? Ja, dat is waar. Ik ben socioloog, aan de Erasmus Universiteit afgestudeerd en daar promoveer ik op het gebied van, je zou kunnen zeggen, systeemkritiek onder klimaatactivisten. Klimaatactivisten die hebben allerlei ideeën over welke aspecten in de samenleving een obstakel zijn bij het vormgeven van klimaatbeleid. Bepaalde sociale structuren, culturen, gedragingen. Hmm. Ik probeer onderzoek te doen naar, hoe kun je dat nou duiden? Wat kun je daar nou uithalen? Dat is een beetje waar mijn onderzoek over gaat. Maar daarnaast, ik ben ook klimaatactivist. Sterker nog, voordat ik begon met mijn promotieonderzoek, was ik al klimaatactivist. En ik denk dat ik kan zeggen dat ik zo rond 2008 ongeveer geïnteresseerd begon te worden in thematiek. En langzamerhand begon te lezen, literatuur en te schrijven. En daarna werd ik gewoon actief als klimaatactivist. Dus die combineer ik eigenlijk sinds dat ik ben begonnen met PhD. In 2017 was dat. En hoe scheid je die twee functies? Want ik kan me voorstellen, als activist wil je vooral verandering. Maar als onderzoeker moet je toch vooral die objectieve wereld beschrijven en daar ook afstand van houden. Ja, daarover valt meteen een aantal dingen te zeggen. Het is waar dat ik een activist ben en een wetenschapper. En wetenschappers over het algemeen vinden dat ervaren dat als een soort van contradictio in terminis, weet je, als een tegenstelling. Mm. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Als je wetenschap produceert, dan word je beoordeeld op je merites, wordt dat werk beoordeeld op zijn merites als een wetenschappelijk stuk. En je activistische activiteiten, die worden geëvalueerd op grond van een activistische merites. Dus wat ik dan vaak aan de pantry bij ons op de wetenschappelijke afdeling zeg, als me wordt bevraagd van, hoe combineer je die twee? Zeg ik, er is geen sprake van combinatie. Ik ben een wetenschapper en een activist. En you know what? Iedereen is een activist. Iedereen, bij de gratie dat we mens zijn, produceren we morele feiten. Zelfs als je, iedereen gooit wel of niet afval in een afvalbak. Iedereen stemt, bijna iedereen, stemt één keer in de vier jaar bij de nationale verkiezingen, elke twee jaar bij de gemeentelijke verkiezingen. Het is niet zo dat ik een activist ben en andere wetenschappers niet. Het is dat ik expliciet ben in mijn morele vezels en in mijn ethiek. En anderen niet expliciet. Dus ik denk dat het voor de lezer van mijn wetenschappelijk werk eigenlijk heel erg fijn is om te weten, wat is zijn morele opvatting? Bij heel veel wetenschappers weet je dat simpelweg niet, maar dat betekent niet dat het niet is. Ja, daar gaan we het ook natuurlijk over hebben. Daar ook mijn vraag. Hè? Want als jij als activist bijvoorbeeld strijdt tegen bepaalde plannen van Shell of tegen dat pensioenfondsen investeren in fossiele bedrijven. Hmm. En je gaat daar tegen protesteren, je springt daarvoor op de bus, je voert daar campagne tegen. En tegelijkertijd doe je onderzoek. Heb je dan ook wel regels om jezelf scherp te houden? Dat je bijvoorbeeld niet dan in je onderzoek dingen opschrijft die je misschien als activist wel vindt, maar die je niet wetenschappelijk kan onderbouwen? Ja. Nou ja, eigen aan de wetenschappelijke attitude is dat je skepsis bedrijft. Eigenlijk ben je professioneel scepticus, als het ware. Mm-hmm. En je wordt, we mogen hopen, opgeleid in Nederland, dat je die sceptische attitude eigen maakt ten aanzien van de presentatie van feiten. En als ik een feit produceer, dan daar mag je van uitgaan dat ik sceptisch ben tegen mijn eigen opvattingen.
En ik ben daar heel erg scherp op juist, weet je wel. Een van de redenen waarom ik de zaak heb gevoerd waar we het over gaan hebben straks, de integriteitszaak tegen de heer Volberda, is omdat ik zo zit op integriteit. Hè? De reden waarom ik activistisch ben, is omdat ik zo zit op integriteit, op vraagstukken van rechtvaardigheid en... Dus eigenlijk dezelfde principes van waaruit ik activisme bedrijf, van diezelfde soort principes bedrijf ik ook wetenschap. En dat betekent skepsis naar onrechtvaardigheid, skepsis naar onwaarheid, skepsis naar vertroebelingen van feiten. Dus ik zie daar geen spanning tussen. Ja. En we hebben natuurlijk ook belangrijke regels over hoe je dan op een integere manier wetenschap bedrijft. Natuurlijk. Ja, dus dan onderzoek je dingen. Dan kan je bijvoorbeeld voorleggen je bevindingen aan respondenten. Je hebt allerlei statistische manieren om te ondervangen voor je wat heet bias, hè, in de wetenschap. Dat je helpt naar een zekere interpretatie van de feiten. Hè, dus zowel in meer kwantitatief georiënteerd onderzoek als kwalitatief georiënteerd onderzoek heb je allerlei soort van vangnetten, methodologische vangnetten die proberen dat probleem te ondervangen. Natuurlijk is dat niet waterproof. Hè, de feministen bijvoorbeeld die zullen meteen wijzen op het feit dat kennis geproduceerd is door een subset aan geprivilegeerde witte mannen van middelbare leeftijd door de eeuwen heen. De interpretatieslag is er altijd één die je maakt als wetenschapper. En wat dat betreft is het gevaar van bias bij iedereen aanwezig. Maar ja, ik denk dat ik me daar wel redelijk bewust van ben. En er wel, ja, ik probeer er zo goed mogelijk mee om te gaan. En je bent er bewust van naar jezelf toe, maar je bent ook kritisch op anderen die zich er niet aan houden. Je hebt een aantal jaren geleden heb jij een onderzoek gedaan met je denktank ook Changerism. Hè, dat is ook klimaatactivistisch denktanken of in ieder geval... Nou, een op verandering georiënteerde denktank. Ja. Hè, die, vanuit Changerism zien we allerlei problemen in de maatschappij. En dan met name op het gebied van klimaat en energie. Dat is tenminste onze focus, want er zijn allerlei problemen. En we willen eigenlijk een verandering zien ten goede. Changerism, hè, de wil tot verandering. Ja. En daarmee hebben we een onderzoek uitgevoerd naar banden tussen de fossiele energieindustrie en de Rotterdam School of Management. Een van de grootste faculteiten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Oké, dus je bent in je eigen universiteit, ben je onderzoek gaan uitvoeren naar die universiteit, de faculteit van die universiteit? Ja, eigenlijk wel, ja. Zo kun je het zeggen. Ja. En wat heb je gevonden? Poeh. problematische zaken. We hebben ontdekt dat interacties zijn tussen de fossiele industrie en de Rotterdam School of Management. Die gaan over governance van de Rotterdam School of Management. Over de studenten. Je ziet ook interacties tussen die industrie en de studentenpopulatie. En je ziet interacties tussen die industrie en research en consultancy projecten. En die hebben we een soort van gemapt. We hebben ze uiteengezet van wat zijn nou die interacties en waarom zijn die problematisch? Of waarom kun je daar vraagtekens bij plaatsen? Hè? En dan hebben we ook nog uitgelegd waarom we die interacties überhaupt zien. En daarna hebben we een aantal aanbevelingen gedaan. Dat is soort van het idee van het rapport. Interacties tussen de universiteit of hoogleraren binnen de universiteit en het bedrijfsleven? Onder andere, ja. Dus we hebben gekeken naar... We hebben bijvoorbeeld... Het was een onderzoek van een jaar lang. Meerdere mensen hebben met een team van 5 eraan gewerkt. Mixed methods, dus meerdere methodes gebruikt. En we kwamen er op een gegeven moment achter dat Shell en de Rotterdam School of Management, de RSM, een contract hadden ondertekend. Ondertekend door de decaan van de faculteit, Stefan de Velde, en Shell's Environmental Officer, Allard Kastelein, tegenwoordig de baas van het havenbedrijf Rotterdam. Waarin stond dat Shell het curriculum van studenten mocht beïnvloeden die geregistreerd waren bij de Rotterdam School of Management. En ook de studentenprofielen mocht beïnvloeden van die studenten. De studentenprofielen mocht beïnvloeden van hun. Zwart op wit. Dus dat was een problematisch aspect op het gebied van interacties tussen fossiele industrie en our Rotterdam School of Management op het gebied van governance. En dan had je ook nog... op het gebied, nou je noemde het al, interacties tussen fossiel en onderzoekers.
En daar troffen we onder andere een rapport aan waarbij de bedoeling was dat de Rotterdam School of Management ging kijken naar, er waren aardbevingen in 2012, heftige aardbevingen in Groningen, door de gaswinning daar. En toen dacht Shell en de NAM onder andere van, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het maatschappelijk draagvlak voor gas als energiedrager vergroot wordt? Hoe kunnen we dat beschermen? Stond van tevoren vast dat het onderzoek daarover zou moeten gaan. En wie hebben ze daarvoor ingeschakeld? Twee onderzoekers van de Rotterdam School of Management. Daan Stam en Daan Knippenberg. Dus dat soort dingen troffen we aan. En er was natuurlijk meer. Je hebt dus eigenlijk met je onderzoek heb je meerdere zaken aangetroffen waar onderzoek is uitgevoerd. Waarbij eigenlijk van tevoren al een bepaalde richting vast stond van, dit gaan we onderzoeken, waar zeg maar een beetje gestuurd werd naar een bepaalde conclusie toe, waar belangen bij speelden. Ja, dat kun je zo stellen. Maar het is ook zo dat er politieke effecten gemoeid gaan met bepaald onderzoek wat de Rotterdam School of Management heeft uitgevoerd. En dus een ander onderzoek wat ik dan zag, was dat een van de professoren daar, die deed onderzoek naar hoe goed een bepaald filantropisch fonds het deed. Je zou zeggen, top, super, fantastisch. En dat fonds was het Deltaport Donatiefonds. Een fonds waarbij allerlei bedrijven die in de haven actief zijn van Rotterdam in participeren. En zij keren eigenlijk geld uit aan initiatieven in de wijk, in de rondom het havengebied. En dan is zo'n RSM-professor ingevlogen om te kijken, hoe kunnen we nou dat fonds meer effectiever laten werken? En als je dan kijkt naar de statuten van dat fonds, dan is het zo dat in die statuten staat dat initiatieven die door bewoners in de omgeving worden genomen en die aanvraag doen op onze grants, op onze giften, dat die niet de bedrijven die aangesloten zijn bij het Deltaport Donatiefonds mogen schaden. Dus als je dan vervolgens helpt als RSM-professor om dat fonds effectiever te laten worden, dan krijg je dus een politiek effect waarbij vooral initiatieven die bedrijven helpen aan een bijvoorbeeld goed imago, dat die effectiever geholpen kunnen worden. En dat heeft het politiek effect. En die professor die daarbij betrokken was Muel Kaptein. En die zal nog later in het gesprek misschien wel aan de orde komen ook. Maar... Ja, want wat is de reactie geweest eigenlijk van de Rotterdam School of Management en de Erasmus Universiteit op die bevindingen in dat onderzoek? Het is moeilijk om die reactie echt te typeren. Maar die is misschien wel te typeren als vals. Vals in feitelijke zin. Want ze hebben ons... Eigenlijk een soort van, lijkt het wel een poging tot karaktermoord gepleegd. Dus ze hebben mij en mijn onderzoekers uitgelegd als soort van ideologisch en vooringenomen. En dat het onderzoek niet zou voldoen aan wetenschappelijke standaarden. Dus je kreeg eigenlijk de bal teruggekaatst. Ja. Ze zeiden, jullie zijn vooringenomen. Ja, wij zijn vooringenomen, weet je wel. En vals ook omdat het onterecht was. Want zij, de Rotterdam School of Management, deed die reactie op grond van een draft versie van slechts de executive summary van ons rapport. Dus ze hadden niet eens het hele rapport gelezen. Wat niet wetenschappelijk is, om het zo aan te pakken. En vals ook omdat het... volgens de faculteitsraad zelf van de Rotterdam School of Management een onterecht sneer was naar ons toe. Want die reactie is besproken intern bij de Rotterdam School of Management. En daar heeft notabene de studentengeleding van die faculteitsraad gezegd van, ja, beste decaan, beste Stefan de Velde, dit had je niet zo moeten zeggen. Dit kan wel eens lastelijk en smadelijk zijn. En schrapje, want hier kunnen rechtszaken uit voortkomen. Dat hebben wij niet gedaan, maar wij laten de feiten gewoon voor zich spreken. En de feiten zijn dat wat daar is gezegd door de Rotterdam School of Management niet strookt met de realiteit. Wat ook vast is gesteld door onder andere artikelen die Follow the Money heeft gepubliceerd erover. Maar ook de correspondent heeft die reactie bekeken. En ook gewoon gelauwerde journalisten die van de Guardian vandaan komen. Die hebben ook een soort van double, triple, quadruple checks gedaan op de feiten zoals ze er liggen. En de reactie van de Rotterdam School of Management. En ook daarbij, er blijft niks overeind van hun kritieken. Ja, ja.
Dus de initiële reactie die was eigenlijk... Dit is zeer vervelend, wij gaan in het tegenaanval. Ja. Maar uiteindelijk is er wel wat veranderd. Er zijn wel die contracten bijvoorbeeld die je noemde... over die banden tussen dat Shell het curriculum mocht beïnvloeden. Dat soort contracten zijn daarna wel veranderd, toch? Die zijn uiteindelijk veranderd. Uiteindelijk is een belangrijk woord hier. Want toen we dat naar buiten brachten, toen werd er niks mee gedaan. Het is echt een heel proces geweest waardoor dat uiteindelijk, waarbij dat uiteindelijk de conclusie was, we moeten die contracten vernietigen, ontbinden. Het begon met we werden uitgelachen, eigenlijk werden we genegeerd, toen werden we een beetje niet serieus genomen, toen werden we geconfronteerd met die heftige reactie van de Rotterdam School of Management. En daarna, nadat er een kamerdebat was geweest over ons onderzoek, nadat er een commissie werd opgesteld bestaande uit geprivilegeerde oudere witte mannen, die ons onderzoek nog eens dunnetjes overdeden, nadat die ook met dezelfde conclusies kwamen, nadat er maatschappelijk onvrede was over dat contract, op Twitter verscheen er een hashtag met kill the contract, nadat dat allemaal gebeurde, toen pas kreeg je, dat contract is goed. Maar is dat niet ook een logisch proces? Dat jullie schrijven een rapport, dat is heel kritisch. Ja. Ik begrijp wel dat je in eerste instantie denkt, dit moeten we niet hebben. Als universiteit ook je reputatie hoog te houden. Dus je gaat daar niet meteen vol daarmee aan de haal. je wil dat klein houden. En pas als zo'n proces op gang komt en ook andere mensen zich uitspreken, dan ga je over tot actie. Dat zou je kunnen zeggen. En de realiteit is dat het inderdaad zo gaat. Het is niet voor niets een bekend gezegde. Eerst word je genegeerd, dan uitgelachen, dan bevochten en dan krijg je gelijk. Dat is met een reden cliché. Ja. En wij zeiden toen we in de fase verkeerden dat we werden genegeerd al, van it's okay. De tijd zal laten zien dat wat we nu zeggen, dat gelegitimeerde problematiseringen zijn. Dus dat zagen we, dat wisten we vanaf het begin al. En we zijn daarin gevindicate eigenlijk. Hè. Dus, ja. Nou, die ene specifieke zaak, want die we al een paar keer benoemd hebben, maar we nog niet over hebben gehad. Ik heb daar ook over geschreven voor Follow the Money. En daar hebben we elkaar ook voor het eerst ontmoet. Want je hebt nog een zaak van een hoogleraar, dus Henk Volboda, die kwam ook uit jullie onderzoek naar voren als iemand die onderzoek had uitgevoerd waarbij die niet transparant was geweest over een aantal zaken. Ja. En daar is uiteindelijk ben jij een integriteitsprocedure gestart tegen Henk Volboda. Kun je iets meer vertellen over wat die zaak kort inhield en waarom je tot die procedure bent overgegaan. Ja, right. Die noemde ik zo net nog niet in opsomming. Dat zijn allemaal andere voorbeelden. Dat waren ook andere voorbeelden. Ja, dus rapport... het staat niet op zich. Het gebeurt meer. Ja, er gebeurt meer. En, maar dit was een specifieke zaak waar jij ook van vond, hier ga ik mee door. Er is een procedure gestart. Ja. Dit nu gaat over een zaak van... was op een gegeven moment, ik moet het een beetje introduceren, want er was dus een onderzoek gedaan, alweer in 2008-2009, door Henk Volboda, Frans van der Bos, Tom Mom en Erik Baai. Henk Volboda en Van der Bos zijn hoogleraren aan de Rotterdam School of Management. En die andere twee waren destijds nog geen hoogleraar. En wat die auteurs hebben gedaan, is een onderzoek uitgevoerd. Op de kaft van het onderzoek staat in opdracht van VNO-NCW. Maar ik heb dus ontdekt met het team dat niet een opdracht van VNO-NCW is gedaan. En dat is eigenlijk een opdracht gedaan van Shell, AkzoNobel, DSM, Philips. En vergeet ik er nou één? Shell, Unilever. Ja. Dus dat zijn de vijf bedrijven die samen verbonden zijn in Abdub. Abdub. Een reden, dat kennen heel weinig mensen, die club. Maar dat is een acroniem die staat voor de voor naam die, van die voor bedrijven. Die vijf bedrijven? Ja, de B die staat dan voor de Bataafse Petroleummaatschappij. de vroegere naam van Shell. Maar dat is een lobbyclub en die lobbyt jarenlang voor allerlei beleidsmaatregelen. Waarbij de belangen worden behartigd van die leden.
Hè, dus deze vijf bedrijven. Maar goed, anyway, dus ik kwam erachter dat het onderzoek was gedaan in opdracht van die bedrijven. En VNO-NCW. Hmm. Dus niet alleen maar VNO-NCW, ja. Wat wel op de kaft stond. En dat onderzoek ook betaald is door Shell. Hè, dus er is uiteindelijk meer dan 2 ton betaald voor dat onderzoek. En ja, dat inzicht, dat was wel problematisch. Want dat onderzoek is gebruikt in de lobby om de dividendbelasting af te schaffen. De afschaffing van de dividendbelasting is er niet doorheen gekomen, omdat maatschappelijk druk op dat voornemen kwam. Hmm. Maar dit rapport kwam uiteindelijk ook in die lobby, werd dat gebruikt om wetenschappelijke onderbouwing te geven voor vestigingsklimaat verbeteren in Nederland. Dit rapport is ook gebruikt in andere belastinglobby's. Dus het is een rapport dat vervaardigd is in opdracht van een aantal grote multinationals. Ja. Die hebben ook dat onderzoek betaald. Ja. En deze wetenschapper heeft dat rapport vervaardigd zonder ook heel transparant te zijn over dat deze bedrijven erachter zaten. Ja. Er was nog meer mis met de opzet van het onderzoek. Goed. Kijk, we begonnen dit gesprek met. Eigenlijk ging het gesprek over integriteit, waarmee we begonnen. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je bias ondervangt in je wetenschappelijk werk? Hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld methodologieën op orde heb. Hè? En dan is vaak de activist een soort van een prime suspect, weet je wel. Mm-hmm. Maar ik zei al, ik ben een prime suspect omdat ik expliciet ben met mijn moraliteit en met mijn ideeën en met mijn moreel, hè, met mijn ethiek. Maar van professoren weet je niet precies, weet je heel vaak niet wat hun moraliteiten zijn of wat hun bias is. Mm-hmm. En dat onderwerp komt nu een beetje terug. Want wat er niet alleen was dit onderzoek, en het onderzoek heet Wederzijds Profijt. Dat kun je zo vinden als je erop googelt. Niet alleen was dit. En het gaat, dat onderzoek ging over dat hoofdkantoren goed zijn voor Nederland. Dat is bottom line wat daaruit naar voren komt. Ja, dat is waar. Het is een wederzijds profijt. Ja. Bedrijven, de aanwezigheid van hoofdkantoren in Nederland is opportun voor Nederland. Mm-hmm. Maar Nederland heeft er ook baat bij als multinational hoofdkantoren in Nederland gevestigd zijn. Ja, dus een soort van wederzijds profijt. De bedrijven hebben er ook die hebben er voordeel van als het allemaal het vestigingsklimaat goed is. Precies. Dus dan hoe regel je dat vestigingsklimaat zodat het aantrekkelijk blijft? Ja. Dus dat is een beetje waar het onderwerp over ging. En de conclusie was, Nederland heeft in principe een oké vestigingsklimaat, maar we moeten ervoor zorgen dragen dat wel zo blijft. En dan moet je bijvoorbeeld kijken naar tax-maatregelen, dan moet je kijken naar R&D-maatregelen, dan moet je kijken naar toptalent, hoe hou je dat hier en hoe kweek je dat, hè? Hoe kweek je toptalent, dat soort zaken. Dus er kwamen een soort van aanbevelingen uit. Ja. En maar hoe is dat onderzoek dan tot stand gekomen? Welke methodologieën zijn er bijvoorbeeld gebruikt? Ja. Waarop baseren ze dit soort aanbevelingen? Dat soort vragen ga je dan stellen als een sceptische wetenschapper die ik ben. Dus we gingen daar eens in graven. En toen kwamen we eigenlijk achter best wel bizarre zaken. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld, je zou zeggen dat je moet ervoor zorgen dat je de respondenten die je spreekt, die moeten niet bepaald. Je moet ervoor zorgen dat ze onbevangen een survey afgeven. Hè? Dus een enquête invullen. Maar wat er is gebeurd is dat VNO-NCW, die heeft als het ware tussen de onderzoekers en de respondenten ingestaan. En die heeft gezegd, hey, beste respondenten, we hebben hier een onderzoek wat wordt uitgevoerd. En dat gaat ons aan, ons leden van VNO-NCW. Want dit onderzoek kan gebruikt worden. Het is de bedoeling dat dit onderzoek gebruikt wordt voor het geven van beleidsvoorstellen aan de overheid. Dus met die kennis, als je met die kennis zo'n enquête krijgt, en je bent een multinational, want de multinationals kregen die enquêtes. En de multinationals waren de financiers, onder andere de financiers van het rapport. Dus dan krijg je dus een hele problematische toestand, waarbij
opdrachtgever een soort van de intermediair zijn tussen de onderzoekers en de respondenten. En de respondenten zelf zijn de financiers en opdrachtgevers en ook belanghebbenden die met de onderzoeksresultaten gaan lobbyen voor politiek beleid wat hun belangen behartigt. Ja. Hè, dus je krijgt een soort van cocktail wat eigenlijk niet... Waardoor het, laat ik het kort zeggen, het vertrouwen in de wetenschap ondermijnt. Ja. En wat is hier het gevaar van deze ondoorzichtige belangen? Want laten we het zo even noemen. Er was gewoon niet de volledige transparantie hoe dat die lijntjes liepen. Wie die financiers waren, wie die opdrachtgevers waren. Mm-hmm. Het was wel duidelijk dat de respondenten dan de CEO's van die bedrijven waren. Maar het was dan ook weer niet duidelijk dat VNO-NCW bemiddelaar was. En ook ook daarin al liet weten dat de uitkomsten gebruikt zouden worden voor politieke lobby. Ja. Wat is jouw grootste kanttekening bij deze manier van onderzoek doen? En waarom is dit een foutieve praktijk? Ik eindigde daar zojuist mee en daar kunnen we nog wel op verdiepen. Ja, vertrouwen in de wetenschap. Hmm. Vertrouwen in de wetenschap. Kijk, een kennislandschap is niet een neutraal iets. Een kennislandschap wordt beïnvloed. Hmm. Waar wordt het kennislandschap door beïnvloed? Door de vragen die gesteld worden. Als een bedrijf een bepaald vraag uitzet en onderzoek naar het antwoord daarvoor kan financieren, en bijvoorbeeld een maatschappelijk middenveld dat niet kan doen, dan krijg je dat het kennislandschap wordt beïnvloed, geskewd raakt, gebiased raakt eigenlijk. Mm. Er zijn namelijk vragen gesteld en antwoorden gegeven over zaken die het groot bedrijf raken. En dat betekent dat dat je voor je het weet het kennislandschap in dienst komt te staan van het groot bedrijf. Dat wil je voorkomen, want kennis moet niet in dienst staan van X of Y. He, dat zou je niet willen. Tenminste, in ieder geval, laat ik het zo zeggen, laat ik dat herformuleren. In ieder geval niet van een. Je wilt in ieder geval niet dat wetenschap in dienst komt te staan van een subset aan private belangen die op de korte termijn relevant zijn voor alleen hen. Je wilt dat eerder, zou ik zeggen, de kennis in dienst komt te staan van een collective set aan belangen die gaan over de lange termijn. Hè? Ja, ja. Dus de commons bijvoorbeeld beschermen, hè? Publieke goederen beschermen, in plaats van de bottom line van een multinational zoals Shell, die juist heel erg ontwrichtend is aan het collectieve goed. Ja. Dus dat is een beetje het probleem wat hier gaande is. Je hebt dus in het geheim dat intransparante betalingen die worden verricht, in het geheim, dus achter gesloten door in de coulissen worden allerlei methodologische ingrepen gedaan. In het geheim wordt er gelobbyd op grond van dat onderzoek voor bepaald beleid, in dit geval de dividendbelasting. Waardoor het collectieve, de commons worden ondermijnd. Want in dit geval, laten we even eerlijk zijn, dat de destijds voorgenomen dividendbelastingafschaffing, dat had een prijskaartje voor de samenleving. Dat had een prijskaartje van 1,4 tot 2,1 miljard euro. Ja, ja. Dus het is niet een onschuldig iets. Ja, en dit rapport was daar een bouwsteen, ja, voor de argumentatie om dit af te schaffen. Ja, dat was ook nog een afzonderlijk onderzoek wat we deden. Want we dachten van, we hebben nu onderzocht dat dit allemaal gebeurd is rondom dat onderzoek. Hè. En we hebben een integriteitsklacht voor ingediend. Dat heeft 3,5 jaar, bijna 4 jaar geduurd. 4 integriteitscommissies zijn er overheen gegaan. Wacht even, daar gaan we het, ja, nu daar gaan we het over hebben. Want, nu. Dit onderzoek. Jullie onderzoek kwam ook naar voren dat eigenlijk de onderzoekers ook al veel langer banden hadden met dat bedrijfsleven. En daar waren ze ook niet helemaal transparant over geweest. En zo zijn er nog flink wat details. Uiteindelijk hebben ze ook geld naar privérekeningen overgemaakt gekregen. Ja. Voor bijzondere prestaties die met dit onderzoek te maken hadden. Dus er was een innige relatie tussen die bedrijven en die onderzoekers. En op Follow the Money heb ik dat ook uitgebreid beschreven in die artikelen. Dus voor wie dat interessant vindt, kan daar ook nog meer details vinden. Maar ik wil het nu graag even hebben over dan die integriteitsprocedure. Want jij vond dat de Erasmus op grond van jouw onderzoek niet
de juiste conclusies heeft getrokken. Want zij hebben niet uitgehaald naar meneer Volbeda en Van den Bos. En toen dacht jij, dan ga ik gewoon een klacht indienen. En dan hoop ik dat daar wel iets mee gebeurt. Ja, dat klopt. Want we hadden dat rapport gepubliceerd van Changerism. Dus A Pipeline of Ideas, ja, voor de mensen die dat willen lezen. Als aanvulling op jullie artikelen. Maar toen wij dat rapport publiceerden, kregen we dus de reactie van RSM. We werden genegeerd. Er kwam een kamerdebat, een 30-leden-debat. Dat was rond september 2017. Maar er werd zo weinig gedaan. Er kwam toen uiteindelijk nog een commissie die ons, wat ik net al zei, ons onderzoek nog eens een duntje dus overdeed. Maar zij deden geen onderzoek naar de concrete integriteit, de schendingen van de wetenschappelijke integriteit. Die gemoeid gingen met al de feiten die we hadden gepresenteerd. Dus zij deden wel algemene aanbevelingen voor verbeteringen. Ja. Maar ze zeiden niet, hey, in deze zaak is het fout gegaan, daar moeten nu consequenties aan verbonden worden. Ja, het enige wat zij deden was eigenlijk zeggen, Vatan en co, die hadden gewoon gelijk. Weet je wel, daar kwam het op neer. Alleen dan werd het soort van whitewashed door geprivilegeerde oude mannen. Weet je wel, ik heb niks tegen oude mannen. Maar het begint het wel op te lijken. Nee, ik bedoel de oude man als sociale structuur en niet de oude man als individu. Ik ben een socioloog, dus. Maar goed, dus er werd te weinig gedaan, ja, met onze inzicht. En toen dachten we, ja, er kwam ter sprake dat er een zelfreinigend vermogen zou zijn van de wetenschap. Dat werd dan gezegd door Bussemaker, destijds minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dus het zal wel niet zo slecht zal het allemaal niet in elkaar steken in Nederland. Dachten we, ja, kom op, dit is niet hoe je omgaat met de wetenschappelijke inzichten zoals wij die hebben geproduceerd. Dat zelfreinigende vermogen is er niet. Dus hier moeten we helaas een heftiger middel gaan inzetten. Een klacht indienen over de vermeende schendingen van de wetenschappelijke integriteit door eindverantwoordelijke Henk Volbeda. En hoe is dat proces gegaan? Want er kwam een commissie. En dan is het zo dat de universiteit dan zelf een commissie wetenschappelijke integriteit samenstelt. Ja. En die gaat in eerste instantie kijken of hier sprake is van schending van de integriteit. En daar is ook een gedragscode voor, waarin allerlei regels staan. En waaronder dus dat je transparant moet zijn over je financiers en opdrachtgevers. Ja. En dat is een van de belangrijke punten waarop jij dan zei, dat is hier niet gebeurd. Dus er is een schending van de integriteit geweest. Ja, dus als je de vraag stelt van wat is nou integriteit? Waar moet je nou aan houden eigenlijk als wetenschapper? Nou, gelukkig hebben we daar in Nederland een gedragscode voor. Alleen in die gedragscode staan een aantal principes waar je aan wordt verwacht te houden als wetenschapper. Eén daarvan is inderdaad onafhankelijkheid. Zorg ervoor dat je onafhankelijk je werk kan doen. Een ander is zorg ervoor dat je methodologie op orde is. Zorg ervoor dat je... Een ander is verantwoording afdraagt voor jouw verantwoordelijkheid. Voor de maatschappelijke implicaties van jouw wetenschappelijk werk. Dat is er ook één. Tenminste, dat was er één. Die is er nu uitgehaald. En zo zijn er een aantal. En wij keken naar dat werk wat we dus hadden aangetroffen van Henk Volbeda en Frans van den Bos. Als hoogleraar die daar verantwoordelijk voor waren. Dan dachten we, nou, dat is eigenlijk een schril contrast met wat je mag verwachten qua integriteit. En dus we hebben een klacht geproduceerd en die hebben we ingediend. En dat proces heeft dus heel erg lang geduurd. 3,5-4 jaar ongeveer. Afhankelijk van hoe je rekent. Er zijn 4 commissies ingesteld die daarna hebben gekeken. Het dossier is 3000 pagina's dik geworden. Ja. Ik weet niet hoeveel kilo dat is, maar het is heel zwaar om mee te nemen overal naartoe. Ja, ja. Dat was een heel stroperig proces. Dus, maar ook een heel... er is een schrijfster, een auteur, die heeft een boek geschreven, Complaint, uitroepteken, van Sarah Ahmed. En zij beschrijft, van Duke University Press is dat boek is daaruit gekomen. En zij beschrijft eigenlijk hoe wanneer je gaat klagen, bijvoorbeeld bij een kennisinstelling, hoe dan het zich aantoont dat een klachtprocedure niet alleen gaat over het vaststellen van een feit, maar dat een klachtprocedure bol staat van politieke aspecten. Je hebt zoiets als een politics of complaining.
Het is niet alleen maar dat ik een klacht indien over, hey, is hier nou de integriteitscode geschonden of niet? Nee, het gaat hier over hoe wordt er vervolgens dan met de klacht omgegaan? En is het überhaupt uitvoerbaar om de werkelijkheid boven tafel te krijgen? Voor zover er iets is als een feit en een objectieve werkelijkheid, whatever. Want er zijn dus uiteindelijk 4 commissies geweest. Want je hebt dan na zo'n commissie wetenschappelijke integriteit van de universiteit, kan je in een hoger beroep eigenlijk gaan bij het LOI, het landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit. Ja. Maar hoe ben je uiteindelijk bij 4 commissies terechtgekomen? Poeh, dat is een lang verhaal. Nee, laten we het kort houden. Alleen de hoofdpunten. En ik ben ook nog wel heel benieuwd. Wat is het uiteindelijke oordeel geworden? Ja, right. Nou, het uiteindelijke oordeel het uiteindelijke oordeel is niet fris voor Volbeda. Het uiteindelijke oordeel is dat hem wordt verweten dat hij onzorgvuldig... wordt gezegd, hij is verwijtbaar onzorgvuldig heeft hij gehandeld. Hmm. Dat is de één na hoogste gradatie. Dat is niet de schending van de wetenschappelijke integriteit. Nee. Maar het is de één na hoogste wat je tegen kan krijgen. Dat wil je niet als wetenschapper. En voordat een commissie tot zo'n oordeel komt, nou, dan moet er echt heel wat mis zijn. Hè? Ik vergelijk het wel eens met dat uiteindelijk is gezegd door die 4 commissies bij elkaar van... Beste Volbeda, je hebt je rijbewijs, hè? Je bent door rood gereden, je bent te hard gegaan, je hebt geen APK gedaan, er is van alles mis aan je auto, je zicht is niet helemaal goed, maar dat maakt je nog niet tot een slechte chauffeur, maar je moet wel oppassen, want je bent verwijtbaar onzorgvuldig geweest, dat wel. En nu mag je gaan, zegt de politie eigenlijk dan. Weet je al, daarmee kun je het een beetje vergelijken. Het is niet fris wat je zou bekomen. Het liefst wil je gewoon dat hij een bekeuring had gekregen, weet je wel. Maar dat is niet gebeurd. Dat is de conclusie. Dus hij heeft verwijtbaar onzorgvuldig gedrag getoond. En de andere vraag was, hoe is dan dat proces gegaan? Ja, hoe is dat proces gegaan? Nou ja, wij dienden een klacht in en het college van bestuur heeft het dan bekeken en die heeft gezegd, nou oké, die stelde een commissie wetenschappelijke integriteiten die op het niveau van de EUR opereert, de Erasmus Universiteit. Die neemt de wetenschappelijke klachten in behandeling. Die heeft daar behoorlijk lang onderzoek naar gedaan. Vraag me niet op de termijn en zo. Die is tot een conclusie gekomen. Daar was ik het niet mee eens. En Volbeda was het daar ook niet mee oneens. Toen is het dan naar een landelijk orgaan gegaan. Die kijkt naar uiteindelijke conclusies van die lokale klachtencommissies in Nederland. Yeah. Die heeft gezegd, dit onderzoek is helemaal verkeerd uitgevoerd door de Erasmus Universiteit. Het moet opnieuw. Ja. Toen is dat opnieuw door een tweede klachtencommissie onderworpen aan onderzoek. Die zijn toen met een onderzoek, met een conclusie gekomen. Dat noem je een advies. Daar was ik het wederom mee oneens. Net zoals Volbeda. Die is toen weer naar het landelijk orgaan voor wetenschappelijke integriteit, het LOWI, terechtgekomen. Dus de tweede LOWI ging eraan kijken. En die is toen met de conclusie gekomen, hier is onzorgvuldig verwijtbaar gedrag vertoond. Ja. En de grap is dat zij, dus LOWI 2, zeg maar, dat tweede LOWI, die tweede commissie, tot dezelfde conclusie kwam als de eerste lokale commissie van de EUR, namelijk dat er onzorgvuldig verwijtbaar gedrag is vertoond. Ja. Maar daartussen is het zo dat... Maar qua proces is het heel anders en het is ook gebaseerd op andere bevindingen en zelfs feiten. Ja, en daar zie je dat het dus een heel politiek proces is. Welke bewijzen worden meegenomen, welke niet? Wat doe je als CVB, als college van bestuur, als je na dat eerste advies van die eerste lokale commissie een bepaald idee tentoonspreidt over... Ja, na die eerste commissie kwam het CVB met... Dat is het college van bestuur van de Erasmus. En die komen dan met een soort van uitspraak op basis van het advies van die... De commissie wetenschappelijke integriteit, de lokale commissie van de... En zij zeiden na die eerste ronde, zeg maar, zij zeiden van nou, Volbeda, je mag echt in je handen vrij. Je mag heel blij zijn met deze uitkomst dat het verwijtbaar zorgvuldig gedrag is wat ze hier zien. Want eerlijk gezegd, de bewijzen die zouden ons ook. We zouden het ook acceptabel vinden als er wel sprake zou zijn van een schending van wetenschappelijke integriteit. Ja. Maar dat veranderde dan na het advies van de tweede lokale
Nationale Commissie. En toen zeiden ze, want die tweede commissie, die zei dat er niet eens sprake was verwijtbaar onzorgvuldig handelen. Die zei dat er gewoon onzorgvuldig was gehandeld. Zonder verwijt. Zonder verwijt. Dus het is gewoon, ja, een soort van, ja, dingen zijn per ongeluk gebeurd, weet je wel. Dus je kreeg een afzwakking van wat de implicaties waren van wat wij in de klacht hadden ingediend. Maar het CVB, die ging mee in dat... Ja, dat, dat advies. Dat dus college het college van bestuur verandert in opvatting. Ja. En dat college van bestuur, dat snap ik ergens ook wel aan. Want die proberen dan klachtencommissies, die geven een advies. Als je van college van bestuur wil je toch zeggen, dat is de onafhankelijke commissie. Wij baseren ons daarop. Dus ik begrijp op zich wel dat zij toch een beetje meegaan met wat zo'n adviesorgaan dan zegt. Of niet? Op papier klinkt dat heel erg goed. Maar in de realiteit is die klachtenprocedure dus niet neutraal. Het CVB stelt de personen aan van de lokale klachtencommissie. Ja, en daarover, over die samenstelling, heeft het Louis in de eerste aanleg, dus het Louis 1, zeg maar, heeft daarover gezegd, dat onderzoek is gewoon niet goed uitgevoerd. Het CVB Het eerste hoge beroep, het landelijk orgaan, zei, dit onderzoek is niet goed gegaan. Ja. En dat had ook te maken met de mensen die in die commissie zaten. En je noemde hem net al even, Muel Kaptein. Muel Kaptein is er één van. Ja. Niet alleen, want net noemde ik dat hij onderzoek had gedaan voor de Deltaport Donatiefonds. Ja. Wat een politiek effect heeft dat fossiele energiebedrijven bijvoorbeeld er altijd goed van afkomen door middel van hun grant-giving, filantropische activiteiten in de omgeving van het havenbedrijf. Maar hij was ook betrokken bij de mensen die de auteurs van het wederzijds profijt rapport bij Henk Volberda en bij Frans van der Bos. Hij was op allerlei manieren betrokken met hun. Hij had samengewerkt. Er was een PhD-kandidaat eerder geweest van Frans van der Bos. Dus hij moest oordelen over mensen waar die ook veel meer gewerkt had. Ja. En dat was eigenlijk, het landelijk orgaan zei, dat is geen slimme opzet. In het recht zou dan een rechter ook zichzelf verschonen en zeggen, deze zaak ga ik niet behandelen. Exact. En dus bij mij, dat is het geval. En hij heeft alleen gezegd, ik ga geen voorzitter zijn, maar ik ga nog wel in die commissie plaatsnemen. Maar de vraag is, hoe integer is het idee dat een college van bestuur van een instelling waar een klacht over wordt ingediend, zelf een klachtencommissie instelt? Hè? Want je kunt dan cherrypicking doen. Je kunt bijvoorbeeld om je eigen belang te behartigen als instelling, en om dus te voorkomen dat je slecht in de publiciteit komt, mensen aanstellen die docil zijn. Ja. Hè? Die niet snel durven spreken van de schending van de integriteit. De Rotterdamse Universiteit de Rotterdam School of Management in het bijzonder is nou niet per se fris in beeld gekomen de laatste tijd. Dat schaadt zo'n instelling. Dus daar zitten allemaal belangen, daar komen allemaal belangen bij. Maar het CVB heeft ook mijn klacht. Ze hebben naar mijn klacht gekeken en toen hebben ze een CWI ingesteld. En daarvan hebben ze gezegd, nou, dit aspect van Huzeers klacht, dit aspect moet je eruit halen. Hij klaagt bijvoorbeeld niet alleen maar over het feit dat Shell in het geheim zou hebben betaald, maar hij zegt ook dat de auteurs verantwoording hebben gegeven voor de maatschappelijke implicaties van dit rapport. Maar dat onderzoek dat niet. En toen heeft de CWI dat er dus uitgehaald. Dus ze zijn op allerlei het CVB is op allerlei manieren betrokken om dat onderzoek te vormgeven. En bovendien, en dan geef ik het terug, is het zo dat een advies van een lokale commissie is slechts een advies. Dat is geen besluit, het is een advies. Zij produceren feiten en leggen dan een advies voor bij het CVB. Het CVB moet alsnog motiveren waarom zij wel of niet meegaan daarin. En het gebeurt wel eens dat dat niet gebeurt. Dat er niet een één-op-één vertaling is, een omarming van de conclusie van het advies. Ja. En dus daar kan je gewoon over zeggen, ja, je hebt gewoon ook je hebt advies gekregen, maar dat betekent niet dat je dat meteen moet overnemen. Ja. En zij zelf zeggen notabene, wij vinden deze feiten leuk die jullie hebben geproduceerd, klachtencommissie, maar wij kunnen ons heel goed voorstellen dat gezien de feiten die jullie hebben geproduceerd, je eigenlijk veel meer had kunnen zeggen van, er is een wetenschappelijke integriteit geschonden. Ja. Dus, maar dat is uiteindelijk niet de conclusie. Nee. De onderzoekers werken ook nog bij de Erasmus. En wat niet is, allemaal. En wat is Henk Volberda, is daarmee gebeurd? Henk Volberda is voordat er een conclusie is gekomen, na 4 jaar, vertrokken bij de UR. Bij de Rotterdam School of Management, die faculteit waar hij werkte. Ja, ja. Hij heeft daar meer dan 20 jaar, meer dan 25 jaar gewerkt. Plots vertrok hij.
voordat het dus afgerond was, het onderzoek. En hij is gegaan naar Amsterdam. Dus nu heeft Amsterdam een... De UvA. De UvA. Hij werkt daar bij de Amsterdam Business School. Oké. In principe doet hij hetzelfde werk als bij de UR. Werkt veel met de derde geldstroomprojecten. Zo lijkt het althans op grond van wat ik online zie. Dus hij is... Ik ben geneigd om te zeggen... Hij heeft de dans kunnen ontspringen. Ja. Ook daaraan, ook aan dit feit... zie je dat klagen en klachten een politiek aspect heeft. Want hij is voordat... er een sanctie gegeven zou kunnen worden, heeft hij de dans kunnen ontspringen. Nu is het geval dat wat dan ook het resultaat was geweest van mijn jarenlange inzet, van mijn strijd voor de integriteit, dat je die dans gewoon kunt ontspringen als je een bepaald geprivilegeerd netwerk zit, hè, en of een geprivilegeerd positie zit, waarbij je gewoon kunt zeggen, nou, ik exit, ik begin gewoon lekker ergens anders. Want nu kan de Erasmus Universiteit niks meer zeggen over wat ze met hem zouden moeten doen. Dus, want we gaan het gesprek ook een beetje afronden. Als ik je goed begrijp, is een van je belangrijkste punten eigenlijk dat als zo'n hoogleraar iets heeft gedaan, laten we even in het midden houden wat dan de gradatie is van hoe erg dat is. Sure. Maar dat het eigenlijk voor de universiteit dan ook die is daarbij betrokken. Die is toch, het is dan een hoogleraar die een aanstelling heeft aan zo'n instituut. En dat instituut wil dan eigenlijk ook liever... Niet dat er echt een sprake is van een schandaal. En heeft eigenlijk ook grote invloed op hoe zo'n procedure dan kan wordt verlopen, uitgevoerd. Ja. En dit zijn inderdaad risico's waar in Nederland gewoon niet genoeg naar is gekeken. En dat blijkt wel uit zo'n feit, uit zo'n rapport en zo'n klacht. En wat zou je nog als verbeterpunt eigenlijk voor zo'n integriteitsproces willen aanraden? Er zijn een aantal, maar grofweg... Noem de twee belangrijkste. Het CVB moet niet betrokken zijn bij de instelling van de klacht, bemensing van de klachtencommissie. Oordelen over de integriteit moet vastgelegd worden in een recht, in plaats van onderworpen te zijn aan totaal subjectieve opvattingen. En klagers die heel diep bij dit soort processen betrokken zijn, die moeten geraadpleegd worden bij het updaten van de gedragscode voor de wetenschappelijke integriteit. Want die is nu alleen maar verzwakt. De belangenverstrenging is eruit gehaald, zowat als een component waar je naar moet kijken. Of tenminste, het is een beetje afgezwakt. Dus daar zijn heel veel issues daar. Oké. Okay. Krijgt deze procedure nog een staartje of is het nu klaar ook wat jou betreft? Wij zijn in een proces van beraad, want we verkeren nu in een fase van beraad, want we kijken even wat de onderwijsinspectie doet, we kijken even wat het ministerie van Cultuur, Wetenschap en Onderwijs doet. En ik sluit niet uit dat de gang naar de ombudsman nog wordt gemaakt, maar dat hangt een beetje af van hoe serieus er omgegaan wordt met deze zaak. En we zijn in principe, is dit nooit afgerond, dit wat we hebben gedaan, want we're watching professoren die zich laten leiden door het grootbedrijf. En dus laat het gewoon ook een waarschuwing zijn van zorg ervoor dat je niet een soort van corporate mercenary bent of wordt als professor. Dus, Goed, mooie laatste woorden, laten we daarmee afsluiten. Dankjewel Vatan voor het gesprek. Dankjewel.